Nou, vandaag hebben we de kick-off lunch, zeg maar de start van het nieuwe programma Melk en Honing. Dan ga ik kennis maken met de redactie en ook met de kok waarmee ik in het programma ga samenwerken, Albert Kooi. Ik heb even op internet al iets gezocht, dus ik heb hem op internet al even bekeken. Maar ik heb hem nog niet ontmoet, dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe dat zal zijn. Ik heb ook vanochtend bij mijn biologische groenteman even mijn groenten voor deze week gehaald. Dus ik hoop dat hij mij vanmiddag nog wat goede tips kan geven over het klaarmaken. Want hij kookt erg lekker, heb ik begrepen. Dus, maar eerst de lunch en de ontmoeting, dus dat ga ik zo meemaken. Hallo, hey. Ja, ik heb zoveel zin wat lekker. Ja, geen leuke dingen doen. Ik heb even genoemd op internet. Dus oh ja? Dat je dan al even voorbij ziet. Met je voorkennis al. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk. Ja. Kerst om koken gaat natuurlijk altijd leuk. Ja, ik heb het meegenomen, dus ik wil straks nog wel wat tips van jou. Oké, dat is goed. Vanmiddag. Nou, die heb ik wel. Ja, kan dat? Wel. Heel goed. Oké, kom op. We gaan dus zometeen eerst even lunchen. Sorry, daar mogen jullie dan toch niet bij zijn, want er gaan ook dingen besproken worden. Ik wil natuurlijk een beetje verrassing houden, oké? Dus zie je straks. Albert, dan ben ik bij mijn biologische groenteboer geweest. Daar heb ik wat dingen gehaald. Nou ja, soms weet ik, zoals prei, dat maak ik natuurlijk wel eens. Maar zoals dit, ja, bieten. Ja, rode bietjes. Nou, eigenlijk is rode bieten een heerlijke groente. Wat ik eigenlijk probeer te doen, dat zullen we in de uitzending proberen te herhalen, dat ik spanning wil creëren in groentegerechten. Hier heb ik boerenkool. Ja? Dat is een heel beroemd gerecht. Wat ik van een oude Duitse chef heb geleerd, maar dat hebben we in Friesland bijvoorbeeld ook. Dat ik boerenkool ga stoven met ganzenvet, met spekjes, uien en knoflook. Maar dat ga ik binden met havermout. Dus dan krijg je een hele mooie ragout van boerenkool. Ja? Als je daar een beetje gewoon gekookte aardappels of aardappelpuree bij doet, dan krijg je boerenkool met zoveel smaken, waarvan je zegt van, ik heb die stukken biefstuk niet meer nodig. Nee. Wanneer ga je dat voor me maken, Albert? Dat klinkt zo goed. Dat is echt wat ik wil doen. Groente kan zo lekker zijn. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, want ik hou van koken. Maar ja. Dit is toch voor mij ook wel, wat jij zegt, een nieuwe manier van denken over zo moet koken. Het. Ja. Het is een mindset waar we naartoe moeten gaan. En ik hoop dat we dat met deze uitzending kunnen realiseren. Dat mensen die kijken zeggen van, oké, dit ga ik ook doen. Nou, ik weet het zeker. Ik ga heel veel aandacht besteden als jij lekker gaat koken. Oké, doen we het.